Welkom terug bij het laatste deel van deze reeks. We zijn aangekomen in de 17e eeuw, ook wel de Gouden Eeuw, hoewel die term niet helemaal vrij is van discussie, maar daarover later meer. In dit laatste deel onderzoeken we de formule van het succes van de Republiek en de rol die de stedelijke burgerij daarin speelde, want dat is en blijft het belangrijkste thema in dit examenonderdeel: de positie van de steden en de burgers in de Lage Landen. Op de achtergrond woedt nog altijd de 80-jarige Oorlog. Maar er is niemand die nog serieus denkt dat de Habsburgers de lage landen ooit weer in handen zullen krijgen. In de Nederlandse steden en gewesten is het wapengekletter van de oorlog ver weg. Het slagveld heeft zich verplaatst naar de zee en langs de grenzen van de Republiek. Het economische succes van de Republiek hangt nauw samen met de oorlog tegen Spanje. Wapenhandelaren en scheepsbouwers profiteren van de grote vraag naar oorlogsmaterieel. De grote schepen van de VOC en de WIC varen zwaar bewapend over de zeeën om de handelsroutes van de Spanjaarden te ondermijnen. En de wapenindustrie is dan ook een innovatieve branche waarin de regenten volop investeren. Tussen 1618 en 1648 breekt ook de Dertigjarige Oorlog uit tussen verschillende Europese mogendheden. Een uitgelezen kans voor wapenhandelaren zoals de gebroeders Strip en Louis de Geer om hun kanonnen aan de hoogste bieder te verkopen. Bijkomend voordeel van deze oorlog is dat de concurrenten van de Republiek verzwakt zijn. Bovendien kampen Frankrijk en Engeland met hun eigen interne conflicten. Dus terwijl heel Europa met elkaar overhoop ligt, is de Republiek de lachende derde. In de eerste decennia van de 17e eeuw overheerste ongeëvenaarde Nederlandse handelsvloot de wereldeconomie. Amsterdam is de stapelmarkt van de wereld. Wie iets nodig heeft, kan het ongetwijfeld vinden in de pakhuizen van de stad. En anders is er altijd wel een avonturier die het voor je wil regelen. De gevolgen van dit economische succes zijn voor iedereen merkbaar. De bevolking van de steden explodeert. Niet in de laatste plaats door migratie uit binnen- en buitenland. Er is volop werk en door de gewetensvrijheid hoeft ook niemand bang te zijn voor vervolging. In de Republiek heb je meer kans dan waar dan ook om te klimmen op de sociale ladder. Wetenschappers kunnen door dit vrijzinnige klimaat volop experimenteren en filosoferen, waar dat in andere landen soms gevaarlijk is. Het is ook geen toeval dat veel radicale Europese denkers hun boeken laten publiceren door Amsterdamse uitgeverijen. De welvaart van de elite zorgt ook voor een bloei van de kunst en de cultuur. Regenten vullen hun chique huizen langs de grachtengordel met schilderijen en meubels gemaakt van de duurste materialen. Terwijl in andere landen de adel haar stempel drukt op de kunst, is de smaak van de burgers bepalend voor de cultuur van de republiek. De regenten investeren niet alleen in de oorlogseconomie en hun eigen grachtenpandjes, maar ook in nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld in steeds betere molens die grote polders in Noord-Holland droog weten te leggen. Die natte poldergrond blijkt uitstekend geschikt voor de veeteelt. In de Hollandse weilanden worden duizenden koeien vet gemest en vervolgens voor hun vlees geëxporteerd naar het buitenland. Boter, melk en kaas staan op elke tafel. Maar er is ook een schaduwzijde. Doordat de regenten niet alleen de economische, maar ook de politieke elite vormen, concentreert de macht zich in een steeds kleinere groep families. Er waren wel liefdadigheidsinstellingen, maar als het op serieuze politieke besluitvorming aankwam, dan waren de regenten vooral bezig met hun eigen belang. Door hun zonen en dochters met elkaar te laten trouwen, werd de regentenklasse een gesloten elite. Met de sociale mobiliteit was het dan ook gauw gedaan. Zo'n machtsconcentratie in een kleine groep bevoorrechte mensen noem je trouwens een oligarchie. Het is een misverstand om te denken dat de Republiek een sociale democratische staat was. En je kunt het ook niet over de Gouden Eeuw hebben zonder de uitbuiting van de bevolking van Indonesië en Afrikaanse slaafgemaakten te benoemen. De enorme welvaart van de Hollandse kooplieden ging ten koste van de vrijheid van honderdduizenden mensen. Zij betaalden de prijs van het succes van de Republiek met zweepslagen, dwangarbeid en vaak ook met hun leven. Hoewel de moedernegotie, de Europese tussenhandel in hout en graan, de motor bleef van de Nederlandse economie, dankten veel mensen hun welvaart aan slavernij en uitbuiting. Dus Gouden Eeuw verwijst vooral naar het perspectief van de winnaars van de 17e eeuw. Voor hen was het inderdaad een gouden tijd, zonder enige twijfel. Maar voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking buiten de grote steden, en om nog maar te zwijgen over de honderdduizenden tot slaafgemaakten, was daar weinig van te merken. Dus voel je vrij om het de Gouden Eeuw te blijven noemen, maar onthoud wel deze keerzijdes. Na de explosieve groei van de economie in de eerste helft van de 17e eeuw stagneerde het succes van de Republiek na 1648. De Republiek en Spanje sloten vrede en ook de 30-jarige oorlog kwam ten einde. De oorlogseconomie stortte in en de concurrenten van de Republiek begonnen zich te verenigen tegen de Nederlanders. Frankrijk en Engeland introduceerden mercantilistisch beleid. Dat was erop gericht om de eigen export te bevorderen en de import uit het buitenland zoveel mogelijk te beperken. Zo kromp langzaam maar zeker de Europese afzetmarkt van de Republiek. Om hun welvaart te kunnen behouden investeerden de regenten steeds minder in eigen land en steeds meer in buitenlandse ondernemers. Toen de gouden eeuw over het hoogtepunt heen was, werden de rijken rijker, maar nam de armoede onder de rest van de bevolking toe. De gewone mannen en vrouwen werden in de armen gedreven van de belangrijkste tegenstrever van de regenten, de stadhouder van Oranje. Toen Frankrijk, Engeland en twee Duitse bisschoppen in 1672 in een gecoördineerde actie de Republiek van Drie Kanten binnenvielen, was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. De volkswoede richtte zich tegen Johan de Wit, de belangrijkste regent van dat moment, die je het beste zou kunnen vergelijken met een soort minister-president. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor het feit dat de republiek zichzelf niet kon verdedigen. Samen met zijn broer Cornelis werd hij gelinched door een woeste menigte in Den Haag. En er gaan zelfs verhalen dat delen van hun lichamen werden opgegeten. 1672 werd al gauw het rampjaar genoemd, waarin de Gouden Eeuw definitief ten einde kwam. De staatsgezinde regenten, die decennia lang de zelfstandigheid van de Staten-Generaal hadden verdedigd en vergroot ten koste van de macht van de stadhouder, verloren nu hun dominante positie aan de prins van Oranje en de oranje gezinde. De toenmalige stadhouder, Willem III, schopte het door zijn briljante machtspolitiek zelfs tot koning van Engeland. Met een Oranje op de troon werd Engeland de nieuwe economische wereldmacht. Londen werd het nieuwe Amsterdam, waar het hart van de wereldeconomie klopte. De republiek stagneerde en speelde in de 18e eeuw slechts een kleine bescheiden bijrol op het wereldtoneel. De oligarchische regentenklasse behield haar macht en rijkdom, maar voor de rest van de bevolking was het een kwestie van ploeteren om te overleven. Pas halverwege de 19e eeuw zou het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden weer mee kunnen spelen met de grote jongetjes en meisjes van de wereld. In die tijd werd de Gouden Eeuw ook een nationale mythe, een voorbeeld dat zo goed mogelijk moest worden gekopieerd. Zo werd de VOC onder een nieuwe naam heropgericht. Er werden ook nieuwe pogingen ondernomen om Indonesië te koloniseren en binnenlandse investeringen in de infrastructuur moesten het land er weer bovenop helpen. Dat lukte uiteindelijk ook, maar dat is een verhaal voor een volgende keer.